of zonder bal richting... Ja, wie zal het zeggen? Kijk, hier moeten we bij zijn. Ja, ja. De ene bal pakt de andere bal af. En zo gaat het spel lekker een rondje spelen. Voor deze groep geen regels. We hebben geen... Ja, er wordt slim gespeeld hier. En ook de aanmoedigingen zijn goed. Harder roepen. Niet te hard. Harder roepen, jongens. Kom op. En Roy is bijna boven. Mike lukt het ook een heel eind. Oh. Moet ik ze aan. Harder, harder, harder. Ik denk dat het aan Dennis vallen is. Eigenlijk is verstoppend. Sjoerd, bekijk het even rustig. Boven op het tommendans gebeurt van alles, jongens. Maar het is erg stil met aanmoedigen aan deze kant. Hè. Ik denk dat Sjoerd wel 3 voetballen. Voor welk team zijn jullie? Ja. Ik hoor niks. Dennis. En ook Piet is geland aan deze kant. Ondertussen is een potje vrij worstelen bezig. Het is maar goed dat... Het is maar goed dat de scheidsrechter dit dan niet ziet ook. Sjoerd heeft een aantal tennisballen in de hand. En er zijn er maar 3 gestopt. Sjoerd heeft er sowieso 2. Een vrij rondje. Blijf worstelen, ik sta er bovenop. Tennisballen mogen niet in de broekzak, Sjoerd. De rent. 1. In de andere zak zit. En ondertussen zijn de eerste 2 onderweg naar de veilige zone. En de derde Mike is er al. Oh jee. Ook Piet staat in de veilige zone. En er zit er eentje hier dat denkt van moe. Rijburg tegen Sjoerd aan, kijken of ze ballen kwijt kunnen raken. Op zijn schouders leggen, dat tillen we af. Ik denk wel worsten nu wel. Hoe ver zijn we met de tijd, Edwin? Ja, hou jij bij, hè? Hou in de gaten, heren, de tijd loopt door, hè? Zorg dat je op tijd in de veilige zone bent. En dat je die bal geschoten hebt, natuurlijk. En ondertussen komen de volgende ballen al even. Het is te snel naar de andere kant. Drie man in de veilige zone. Ik zeg 4 man in de veilige zone. En Dennis Nederland ook al in de veilige zone.